gefeliciteerd. Allereerst, hoe gaat het met je? Ik ben herstellende van een aantal weken vakantie. Ik ben net terug uit Zweden, een week gevoetbald. Met wat een soort all-star team in Zweden. Daarvoor gay parade gehad. Met op een boot, gezellig door de grachten. Dat is allemaal wel vrij intensief. Dus ik ben een beetje aan het herstellen, ondanks dat ik wel weer aan het werk ben. Okay. Hoe kom je bij een Zweeds all-star team? In de tijd dat ik daar voetbalde heb ik een vriend gemaakt, eigenlijk een journalist. Die voor de Expressen werkt en voor TV4 in Zweden. En we hebben altijd contact gehouden. En op een gegeven moment vroeg hij, Geert, heb je zin om een paar wedstrijdjes mee te spelen met ons elftal? En zodoende doet het al 5 jaar. Mooi man. Ja, superleuk. En je zegt dat je ook nog werkt. Wat doe je tegenwoordig? Ik ben samen met een compagnon in vorig jaar in oktober. Hebben we een concept overgenomen. En wij bezorgen eigenlijk gezonde maaltijden. Dus in plaats van dat mensen vroeger, dat gebeurt nog steeds natuurlijk wel, maar vooral eigenlijk fastfood bestelden als ze op kantoor zaten of thuis na het werk, geen zin om te koken. Ja. Wij bezorgen maaltijdsalades, gezonde maaltijden zoals met quinoa, bulgur, couscous, dat soort dingen. En dat zijn we aan het ontwikkelen, dat concept. En dat gaat erg goed. We zijn er nog niet, maar we gaan de goede kant op. Okay. Ben je altijd zo met gezonde voeding bezig geweest? Nou, in de tijd dat ik voetbalde heb ik wel heel erg gelet op mijn eten altijd. En daardoor heb je ook wel eens grappige situaties met mensen die als bijvoorbeeld ergens taart staat. Maar ik heb de dag ervoor taart gegeten, dan sla ik meestal over. Zeggen mensen, ja maar Geert, kijk hoe je eruit ziet. Jij kan toch wel een taart hebben? Ik zeg, nee, maar het feit dat ik hem laat staan. Dat zorgt dat je er zo uitziet. Zorgt dat ik er zo uitzie. En dan beginnen mensen na te denken. Oh ja, oké. Okay. Maar altijd zo met voeding bezig geweest eigenlijk? Ja, nee, omdat het gewoon zeker als topsport of je naar voetbalt of je doet aan hardlopen of dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat voeding een heel stuk kan bijdragen aan een topprestatie. Ja. Hey, laten we eens teruggaan naar het begin van je carrière bij Excelsior. Herinner je nog als de dag van gisteren? Even geleden, ja zeker. Ik speelde bij Smitshoek en toen kwam de trainer van Smitshoek naar me toe en hij zegt, ja, ik ben gebeld door Excelsior. Hij zegt, ja, of je, zou je daar eigenlijk wel willen voetballen? Ik zei, nou ja, lijkt me wel. Totaal nooit over nagedacht, nooit mee bezig. 20 denk ik, nooit mee bezig geweest. En toen heb ik gezegd, nou ja, ik moet er een week over nadenken. Omdat ik woon er nog thuis en best wel thuissituatie. Ik kom uit een christelijk gezin, dus dat is best wel een... dat botst best wel op zo'n moment. Maar uiteindelijk heb ik wist toch al dat ik het ging doen, maar ik heb er de tijd voor genomen, ook voor thuis. En toen, wat zei je thuis? Nou, ik kan me herinneren dat mijn vader zei toen ik hem dat voorlegde, hij zegt, nou, dat zou je waarschijnlijk wel niet gaan doen. Toen zei ik, nou, ik moet er toch even over nadenken, pa. Maar toen wist ik al dat ik dat ging doen. Ja. Dus het was wel heel moeilijk voor mijn ouders. Maar ik moet wel zeggen dat die zijn wel ook met de tijd meegegaan. Oké. Okay. En uiteindelijk, toen ik 5 jaar geleden een groot afscheidsfeest nam, eigenlijk mijn vader nam het woord. En daarin gaf hij wel aan dat hij heel erg trots op was geweest dat ik mijn talenten die ik dan daarvoor had wel gebruikt had. Dat vond hij wel heel erg mooi, ondanks dat het absoluut niet zijn keuze was. Ja. Maar jij is nog zelf heel christelijk nu? Nee. Ook toen eigenlijk niet, toen je die keuze maakte? Nou, ik ging die tijd wel nog wel eens naar de kerk, maar ik had er geen affiniteit mee. En ik vond ook dat de dingen die daar in ieder geval gepredikt werden en de dingen die ik deed of wilde doen niet met elkaar... dat ging niet met elkaar, dat liep niet met elkaar. Dus ik vond sowieso dat ik daar, als ik daar al wat mee zou willen, niet op mijn plek zat. Ja. Je maakt op je 20e stap naar betaald voetbal. Is daarvoor ooit interesse in Geert en Oude geweest vanuit de BVO's? Nee, ik denk het niet. Omdat ik ben pas laat begonnen met voetballen. Ik was 13, 14 jaar. Wat heb je ervoor gedaan? En ik speelde bij een vereniging die niet heel bijzonder speelde. Er zullen absoluut scouts langs het veld wel eens hebben gestaan. Ja. Maar nog niet in ieder geval dat dat ze naar mij toe kwamen en zeiden van... joh, kom bij Excelsior of bij Sparta in die tijd in Rotterdam voetballen. Dat was niet gebeurd. Nee, dan kom je bij Excelsior in de wonderenwereld van het profvoetbal binnen. Ja, dat ik was vooral voor mezelf. Ik was gewoon mezelf. Maar voor al die andere sporters, al die andere voetballers en de mensen die bij Excelsior werkten, was ik eigenlijk wel toch wel een beetje bijzonder. Omdat ik had gewoon mijn eigen gedachten over de maatschappij en dergelijke. En ik merkte dat...
dat heel veel collega's toch al aardig in het voetbalwereldje zaten en op een bepaalde manier dachten of misschien wel geforceerd werden te denken of joh, het moet zo en zo gaan. En ik was gewoon mezelf en dus dat postte wel eens. Ja. Ja, wanneer had je dat voor het eerst? Nou ja, het was altijd zo dat als je te laat kwam op de training, je moest bijvoorbeeld om 9 uur op de club zijn en je was te laat, dan kreeg je automatisch een boete. En ik had daar moeite mee, omdat ik was altijd netjes op tijd, kwam altijd op tijd. En op het moment dat je door overmacht niet op tijd kunt komen, ik kan me een keer in dat heel de ring van Rotterdam vast stond door een groot ongeluk, dan vind ik niet dat ik schuld heb het feit dat ik te laat kom. Kijk, jongens die regelmatig net elke om 2 voor 9 binnenkomen en die zijn te laat, is hun probleem. Dus het heeft, ik kreeg aanvankelijk een boete en het heeft 3 discussies geduurd en uiteindelijk heb ik hem niet hoeven betalen. Maar wie was trainer toen? Adrie Koster en Mario Been. Ja, maar ik vond dat gewoon. En ik vind het nog steeds onzin als mensen te laat komen en je hebt een goede reden en je weet dat je elkaar kan vertrouwen. Ik heb een keer bij de Henk van Steen gezegd, we hadden carnaval, ik speelde bij de Graafschap. En ik was gewoon niet fit genoeg meer om de volgende dag te trainen. Dat was ook de week daarna vrij. Dus ik belde Henk op en ik zei, Henk, gisteren ik heb net iets te veel gedronken. Ik kan wel komen vandaag of ik kan me wel ziek melden, maar het gaat gewoon niet komen. En die waardeerde mijn eerlijkheid enorm. En hij zegt, zorg gewoon dat je de woensdag weer bent, dat je fit bent. En daarmee was de kous af. Ja, en zo hoor je met elkaar om te gaan, denk ik. Heb je ook wel eens een andere reactie gehad van de trainer toen je eerlijk was? Ik ben wel eens te laat geweest, ook een keer door overmacht. En dat meldde ik aan Maaskant al ruim van tevoren. Dat was bij RBC. Het was bij RBC, samen met Damien Hertog. En toen waren we alsnog 3 minuten te laat. En toen vroeg hij, hij was niet in de kleedkamer, Maaskant was altijd wel slim. Die deed, voor zijn basisspelers deed hij altijd wel eens een oogje dicht. Dan wilde hij de eerste 10 minuten niet in de kleedkamer zijn, zodat hij niet zag als iemand te laat was. Maar op een gegeven moment had iemand hem daarop geattendeerd, ik weet niet. En hij komt naar mij toe en zegt, was je te laat? Ik zeg, ja, je weet toch, ik heb 1,5 uur geleden al gebeld en dat we druk waren. Ik zeg, we waren 3 minuten te laat. Alles aan gedaan. Ja, en toen zette hij ons op de bank en toen ben ik echt kwaad geweest. Toen, ik ben niet vaak op Maaskant kwaad geweest, want hij is een goede vriend van me. Maar toen was ik echt pissed off. Maar hoe uitte zich dat? Ik denk dat ik 2 of 3 weken lang niet tegen hem gesproken heb. Nee, dat vond hij ook niet leuk, maar... Damien en ik waren echt heel erg kwaad op dat moment. Omdat wij waren altijd op tijd, we reden altijd samen, aten van tevoren. En werden we zo gestraft, dat konden we niet waarderen. Nee, en uiteindelijk is hij naar je toegekomen en heeft hij sorry gezegd? Nou, nee. Dat is een beetje weggeëpt. Maar ik ben nog steeds hartstikke goed met Robert. Dus, Ben je blij dat je eigenlijk op een latere leeftijd het profvoetbal bent ingekomen? Ja en nee. Nee, omdat ik denk dat ik echt wel wat gemist heb. Als ik kijk hoe extra ik heb moeten trainen de eerste paar jaar bij Excelsior... om op een niveau te komen, zowel fysiek als tactisch, als technisch... om aan te sluiten op hetzelfde niveau, denk ik dat ik daarvoor wel wat jaren gemist heb. Maar aan de andere kant, doordat ik later in het voetbal kwam... en misschien wel wat apart was voor mijn collega's... maar daardoor ook wel een voorbeeld van jongens, het is allemaal leuk voor voetballen, maar blijf er gewoon lekker gewoon. En wees jezelf. En ik heb heel veel gezien dat jongens zich anders gingen gedragen, omdat ze dachten, ik ben nu voetballer, dus ik moet me anders gedragen. Ja, en wat zei je daarvan? Hoe gaat zo'n gesprek? Want ik kan me voorstellen dat jij anders dan naar de voetballerij kijkt dan de gemiddelde voetballer, hè? In de kleedkamer. En dan attendeer je daar iemand op. Nou, het is vooral wat ik vooral merkte. Ik was uitgesprokener tegen een trainer. En soms deed ik dat in de groep op een respectvolle manier. En soms deed ik dat ook als ik vond dat ik dat... als ik een trainer te veel ging aanvallen, deed ik dat 1-op-1. Alleen, ik vond dat de manier waarop ik met een trainer sprak... of waarom ik dat deed, omdat het... zo gaat het in de maatschappij. Als je een probleem hebt, ga je het oplossen. En sommige dingen moet je in de groep oplossen... En ik merk dat heel veel jongens bang zijn en bang waren in die tijd om in de groep iemand aan te vallen. En het, althans, zo wordt het ervaren. Alleen ik denk als je met 20 man of met 25 man van de selectie iets wil bereiken, zul je gewoon keihard tegen elkaar moeten zijn zonder dat dat persoonlijk is. En daar hebben heel veel mensen moeite mee, waardoor in bepaalde processen dat het vertraagd wordt. Dat sommige jongens pas echt gaan uitspreken hoe ze denken. Ik denk dat het superbelangrijk is, ook voor jongens die wat introverter zijn. En daardoor
Omdat ik dat wel deed, ja, kreeg je soms wel eens hele grappige situaties in de kleedkamer, maar werd uiteindelijk wel gewaardeerd. Ja, maar vind je ook dat het klimaat er aanwezig is, dat spelers zich kunnen uiten, ook de introverte mensen? Nou, dat hangt van de trainer af. Ik las toevallig een stuk van de club van Brentford, waar Marinus Dijkhuizen nu trainer is geworden. En daar gaf die man aan, er wordt geen enkel voorstel afgewezen zonder dat er argumenten voor zijn. De eigenaar Rasmus Andersen. Ja, ja, precies. En dat vond ik iets dat ik dacht van, hey, laat alle voetballers dat nou eens in de hoofd knopen of in de oren knopen. En daar wat mee doen. Op het moment dat je iets hebt voor jezelf, en of je dat nou in de groep doet voor een trainer, maar... Je moet optimaal presteren. En ik denk als je als speler, ja, dat je iets dwars zit, maar je denkt, nou, ik ga dat niet zeggen, want straks raak ik mijn plek kwijt. Denk ik dat dat ten koste gaat van de totale prestatie van een club of van een elftal. Wat is nou voor een trainer waarvan je zegt, ja, die snapt het wel heel goed? Zo'n klimaat waar iedereen alles kon zeggen? Angst was, zeg maar. Nou, ik vond het bij Maaskant konden wij wel alles zeggen. En Maaskant kon in de groep staan, maar kon ik absoluut daarboven staan. En ik heb me nooit bij hem het gevoel gehad dat ik dacht van, hey, als ik nu wat zeg, dan word ik daarvoor gestraft. Het is wel één keer gebeurd, maar wat ik net voorbeeld zeg, maar dat is dan misschien de uitzondering op de regel. Nou, die zal zich ook wel gerealiseerd hebben dat hij het niet de tweede keer op die manier moest doen. Gezien jouw reactie destijds. Ja, want ik was niet alleen kwaad, maar Damien Hertog was ook die was net zo pistof als ik. We hebben hem op de terugweg, om even terug te komen, we reden terug. En ja, we waren zo kwaad. We hebben hem nog gewoon opgebeld. En gewoon nog een keer zeggen dat we echt kwaad waren. En dat was best bijzonder. Ja, maar een trainer waar het niet kon. Zeg maar waar het echt heel afstandelijk was. En waar je gewoon voelde, spelers kunnen gewoon niet in zichzelf zijn. Nou, ik heb best wel een moeilijke of een soort haat-liefde verhouding gehad. Qua voetballer, speler, trainer met Frans Adelaar. Omdat ik het idee had dat hij... altijd dacht dat je hem achterom aan wilde vallen of zo. En het grappige is dat ik na mijn carrière een keer met Frans in Rotterdam was dat nog een aantal trainers om de tafel zat. En toen zei Frans, hij zegt, ik heb best wel een moeilijke relatie met jou gehad, maar ik heb er ook wel heel veel van geleerd. En ik had misschien op bepaalde momenten ook, want ja, op het moment dat je dat merkt, dan word je misschien ook wat feller. En ik heb me ook wel eens niet netjes gedragen tegenover Frans, omdat ik er helemaal klaar mee was. Dus ik denk dat we alle twee wel van geleerd hebben. Nou, dat was een turbulente tijd sowieso bij Adenhaag destijds. Ja, maar ik vond niet dat de reden was waardoor ik een moeilijke relatie had met hem. Nee. Kijk, de fans van ADO in die tijd waren wat wilder dan ze nu zijn. En korte lontjes en ja... Soms niet echt nadenken voordat je wat zegt of roept. Spreekoren, wedstrijden gestaakt, dat was in die tijd. Ja, dat ze het veld opkwamen was echt net nadat ik weg was. Maar tegen PSV werd voor mij gestaakt toen... De wedstrijd waar ze het veld opkwamen was tegen Vitesse. Ja. Maar die spreekoren waren eerst tegen Ajax en daarna stonden ze... Ja, in de tijd van de Vaart met Sylvie Meijs. Dat was die wedstrijd onder andere, ja. Maar ik vond het twee aparte dingen. Ja. Wij als spelersgroep, wij hadden dat natuurlijk ook. En dat was voor ons natuurlijk ook niet altijd leuk. Maar ja, wij deden gewoon wat we moesten doen. We hadden een goede kwaliteit groep. Ondanks dat het niet altijd uitkwam. We hebben ons wel gewoon twee keer netjes gehandhaafd. In 2004 of 2005 in die periode. Maar ja, ik vond het twee aparte dingen. Ja, is dat zo? Want dat zeggen spelers altijd. Wij krijgen niet heel veel mee. Maar heeft dat geen... Nee, je krijgt wel veel mee. Alleen ik liet me er niet door leiden. Nee, maar jij niet, maar de rest van de groep? Zou kunnen, ja. Merkt hij dat? Ja, het is 10 jaar geleden, dus ik weet niet, ik kan niet speciaal een naam noemen van jongens waarvan ik denk van die hadden er heel veel last van. Als ik alleen naar mezelf kijk, ja, als ik ging voetballen en het veld op ging, dan hoorde ik niet wat er gebeurde. Nee. Ja, als het spel stil lag bijvoorbeeld, maar als ik aan het voetballen ben, dan kunnen 50.000 mensen het roepen, maar ja, ik ben maar alleen met het voetbal bezig. Nou, hoe is je hebt twee keer in het buitenland gespeeld, in Zweden, Djurgårdens en Valletta in Malta. Als je de beleving van voetbal in Nederland vergelijkt met bijvoorbeeld in Zweden, waar je een fantastische tijd hebt gehad. Nou, kijk, dat hangt een beetje van de club af. Kijk, ik speelde in Zweden bij een club die speelde voor het landskampioenschap. Dat vergelijk ik met een soort, een soort Feyenoord. Ja. De club in Zweden die het meeste prijzen gewonnen heeft is IFK Gothenburg volgens mij. Samen met Malmö. Als je daar dus over het land kwam, was iedereen eigenlijk tegen je. Net als dus als Ajax over het land komt, dus, ja, zijn niet echt veel mensen voor Ajax. Nee. En
Dus op het moment dat wij daar wedstrijden speelden, was die druk ook groot. Of er was veel meer kranten, veel meer aandacht in de krant en dergelijke. Dus dat was wel een groot vergelijk met Nederland. En als je de derbies vergelijkt, bijvoorbeeld gisteren was de derby van Stockholm, Djurgården tegen AIK, mijn oude club Djurgården. En op dit moment is er een trend in Zweden dat op het moment dat de rust voorbij is en de spelers komen het veld weer op, dan wordt er Bengaals vuur afgestoken en dan kan er een halve niet gevoetbald worden. En dan zitten er 40.000 mensen gisteren in de Friends Arena. En, was dat de trend in heel Zweden of alleen bij jouw club? Nee, de trend bij de derbies in Stockholm. Okay. Je hebt drie clubs, Hammarby, ja. AIK en Djurgården. En ik ben er nu twee geweest en het is hetzelfde verhaal elke keer. En het is een soort actie tegen de voetbalbond. Ik weet niet precies waarvoor. Maar ja, dus die belevenis is intens. Het is wel mooi om te horen hoe jij de clubs uitspreekt. Net iets anders dan ik het zou doen. Ja. Een beetje Zweedse tongval erin. Ja, maar ja, sommige mensen zijn ook eigenwijs. Jeroen Guter, analist van de NOS of commentator van de NOS, die is heel eigenwijs. Die doet altijd zwemmen. En die spreekt Zweedse zwemster Sarah Geustrom. Die spreekt hij standaard uit als Sarah Sjöström. Maar het is Geustrom. En dat heb ik hem twee keer verteld. Van joh, luister, als jij het goed wil doen, want zo is die. Ja. Doe het dan ook goed. Maar hij blijft volhouden. Dus ja, dan niet. Dan niet, nee. Maar waar komt die Zweedse tongval vandaan? We kregen een vraag namelijk op Twitter. Je twittert namelijk ook geregeld in het Zweeds. Ja. Of je dan achter je Google Translate zit of dat het echt gewoon... Nou, als ik spreek de Zweedse taal. En ik kan het ook lezen en schrijven, ook grammaticaal goed. Er zijn wel eens, als ik bijvoorbeeld iets als ik veel in Zweden ben, dan ik heb ook veel Zweedse volgers, dus dan twitter ik ook in het Zweeds, dus ik doe het in twee talen. Ja. En als ik iets over politiek heb of dat ik denk van, nou, ik moet het even opzoeken omdat ik het goed wil spellen, dan zoek ik wel eens een woord op. Ja. Maar over het algemeen heb ik het woordenboek niet nodig. Maar je hebt er maar één jaar gevoetbald. Ja, maar omdat ik er gewoon altijd ben teruggekomen, zeker de laatste 4-5 jaar. Ja, dan pak je gewoon steeds een detail op. Ik heb twee keer een Zweedse vriendin gehad. En dan, ja, daar spreek je alleen Zweeds mee. En gewoon tegen haar gezegd, ik wil zeggen gewoon, als ik het verkeerd doe, want daar leer ik alleen maar van. Ja. Dus in zo'n periode, dan gaat dat enorm omhoog. En dat blijf je, als je vaak herhaalt, dan blijft het wel goed. Het is net voetbal, als je vaak blijft trainen, dan blijft het wel op niveau. Ja. Waarom ben je eigenlijk weggegaan met Young Guards? Omdat de trainer die het tweede jaar trainer werd, dat was de assistent trainer van het jaar daarvoor. Ja. Op de een of andere manier had hij een probleem met mij. Of dat mee te maken had dat ik wat met zijn dochter heb gehad. Dat mag iedereen voor zichzelf beslissen. Maar het probleem was ook, hij sprak geen Engels. Sterker nog, na twee maanden was mijn Zweeds beter dan zijn Engels. En hij zat het gewoon niet. Maar je had een relatie met zijn dochter? Ja, ik heb even kort wat met zijn dochter gehad, ja. En dat, hoe reageerde jij daarop? Ik heb het daar nooit met hem over gehad. Alleen in de Zweedse media werd het... toen ik wat probleem met hem had, was dat voor hun aanleiding om te zeggen dat het probleem was. Want jij hebt het gewoon openlijk verteld dat jij... Ja, dat was geen geheim of zo. Nee. Maar misschien vond hij het niet leuk, ik weet het niet. Nee. Heb je dat vaker gehad, een relatie met de dochters van de trainer? Eén keer bij toen ik nog bij de amateur speelde, ja. En hoe maar ik heb dat een af? Uitstekende relatie met die man. Ja, dus, ja. Laat ik dat even heel duidelijk zeggen, ja. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel zeer frustrerend geweest moet zijn. Aangezien je een topjaar... Voor mij had je toen een serie van 10 op 10. Ja, eerste jaar. Toch? Voorronde Champions League gespeeld met hun. Nou, de frustratie zat erin met het feit dat hij werd trainer. En ik had daar heel kenmerkend gepresteerd dat seizoen. We hadden ook goede spelers. Onder andere Kim Sjellström, die... later naar Olympique Lyon heeft gespeeld, ook jaren in het Champions League, Zweedse nationale team. Nog steeds Andreas Isaksson, keeper van PSV. Frederik Stemman speelt nu weer bij Djurgården, maar heeft bij Groningen gespeeld. Ja. Tomas Hussein, zoon van Glenn Hussein, die bij PSV heeft gespeeld. Allemaal jongens met heel veel kwaliteiten. En die trainer, dat tweede jaar, die ging andere dingen van mij verwachten. Ik was heel sterk in het 16 meter gebied, bijna elke bal die ik kreeg zat erin. En hij verwachtte van mij in het spelsysteem dat ik meer in de hoeken ging lopen. Dat moest de buitenspeler een beetje naar binnen komen. Dan moest ik in de hoek. En op een gegeven moment zei ik tegen de trainer. Ik zeg, trainer, ik weet het niet. Maar volgens mij ligt mijn kwaliteit meer in het 16 meter gebied. In plaats van dat je mij de hoek in laat lopen. Dan ga ik niet zoveel scoren. Want vanaf de cornervlag ga ik niet veel doelpunten maken. Kan ik je vertellen. Ja. Nou ja, dat zag hij anders. En dat werkt ook niet. En uiteindelijk kwam ik zelfs op de bank te zitten. En toen dacht ik, ja, wat zit ik hier nou te doen? En toen kwam ADO Den Haag. En ja, toen hebben de clubs een akkoord bereikt en ik met ADO. En toen was het eigenlijk klaar. Best wel jammer, want ik had... mijn gevoel voor Zweden, dat is dus als een soort tweede thuisland. Als ik morgen daar
vast kan gaan werken en mijn brood kan verdienen, dan ben ik morgen weg. Ja, ja, het is voor mij net als Nederland. Ik kan er gewoon wonen en werken, spreek de taal. Maar waarom zou je dan wel willen emigreren? Nou, omdat ik ben sowieso een soort cosmopoliet. Ik ga graag de wereld over. En ja, mijn sociale leven is daar niet zo groot als hier. Nee. Maar ja, wel voldoende. En ik heb gewoon veel liefde voor dat land gekregen. Ik heb heel veel rondgereisd. Ik weet hoe mooi Zweden is. De steden zijn mooi. Hm. Dus ik zal het ook wel missen hier. Maar ik zal me niet vervelen daar. Nee. Daarmee geef ik aan hoe ik dat zie. Ja, nou, dan kom je. Het eindigde niet heel lekker, het Zweedse avontuur. Maar je hebt natuurlijk een fantastische tijd daar gehad. En dan ga je naar ADO. Ja, dat wordt ook niet echt een succes. Nou, persoonlijk vond ik dat ik daar wel zeker het eerste jaar succesvol ben geweest. Want ik heb in een team wat wel tegen degradatie streed, toch 12 doelpunten gemaakt. Belangrijke doelpunten gemaakt. Dus ik vond het wel geslaagd. Het tweede jaar was het moeilijker. Blessure gehad, weet ik nog. Dus wat minder wedstrijden gespeeld. Tweede jaar had ik ook wat meer problemen met Frans. En dus wat minder doelpunten gemaakt. Uiteindelijk ben ik ook daarom naar Willem II gegaan in de transferperiode van 2006 volgens mij. Maar ja, ik heb mijn tijd bij ADO met mijn collega's die ik daar had en de mensen van de club. Is jullie een heel goed team als je naar die namen kijkt? Nou, als je even naar namen kijkt, Tommy van der Leegte. Ja. We hadden de keeper Dropny het tweede jaar. Die speelt nu volgens mij in Duitsland bij HSV of een van die clubs. Hongaars nationaal team heeft hij gezeten? Ja, maar hij speelt nog steeds. Ja. Een goede keeper. Stijn Vreven? Stijn Vreven hebben we nog gehad. We hadden Ferry Bodde. Ja. Die helaas veel te vroeg heeft moeten stoppen met voetballen vanwege zijn knieën. Ja. Maar een fantastische speler. We hadden Cedric van der Gun. Wat een goede speler was. Dus we hadden gewoon een hartstikke goed elftal. Alleen, ja. We hadden ons wel eerder veilig kunnen spelen. Maar ja. We hadden ook wel een beetje pech. Ja, en dan, ik kan me nog wel iets herinneren uit die tijd met de sport. Dat was met Haagse Johnny, dat was uit die tijd toch? Haagse Johnny, die had het niet zo op mij. Hoe kwam dat? Ook iets met zijn dochter of niet? Nou, nee, gelukkig niet. Alhoewel, nou. dat moet ik even opnieuw zeggen. Nou, als zijn dochter hetzelfde is als hij, dan ben ik blij dat ik er niks mee gehad heb. Maar ik ken zijn dochter niet. Oké. Okay. Maar Haagse Johnny was altijd stoned. De hele dag door had een wietshop, een growshop volgens mij. Ja. Is wel eens een documentaire over gemaakt. Was kanker dit, kanker dat. Kon die man niet echt serieus nemen, begrijp je? Nee. Alleen die had het al, net als vele in die tijd supporters van ADO. Als het niet goed ging, kreeg de spits altijd het eerste voor ze kiezen. En dus dat was bij mij ook. Alleen die documentaire is opgenomen, of dat deel dat hij in het stadion zat van de wedstrijd tegen Feyenoord. En ondanks dat ik de eerste minuut al 1-0 had gemaakt, kon ik het toch steeds niet goed doen. Dus die douchen met ik kon gaan douchen, ja. Ja. Dus dat wordt me nog veel nagedragen. Maar ik heb daar geen moeite mee. Nee. Dat hoort erbij. Ja. Hoe was jouw relatie over het algemeen met supporters? Op zich wel goed. Ik merkte wel, ook bij de Graafschap, ik merkte dat. Wat ik in het algemeen merk is dat supporters soms te veel van een club verwachten. Een club als de Graafschap staat bekend. Het heeft niet de vele miljoen op de bank die een Ajax of een PSV heeft. Dus dat betekent dat je wat onder in de Eredivisie speelt. Dat je ook wel eens geregeld in de Eerste Divisie speelt. En af en toe dan is het heel kortzichtig als je het heel lastig hebt. En dan kan je gaan schelden of het nou tegen mij is of tegen andere jongens. Ik heb daar niet zoveel, ik heb er niet zoveel moeite mee. Heb je? Ik moet er altijd wel. Ik vind het jammer dat het zo is. Maar ik kan het ook heel makkelijk opzij zetten. Ik doe voor elke club waar ik gespeeld heb. Of heb ik keihard mijn best gedaan. En geen stapje minder gezet. Zelfs ook bij de Graafschap toen ik het tweede half jaar niet speelde. Er is geen trainer of niemand bij dat voorbeeld die tegen mij kan zeggen. Je hebt er met je pet naar gegooid. Ik ben daar met een grote hand heb ik afscheid genomen. Dus ja, dat gebeurt soms. Ik weet dat supporters. Ga je dan wel een discussie aan met de supporters? Op het moment dat een supporter respect heeft voor mij, zoals ik respect heb voor hem. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Je mag me een klootzak vinden of wat. Maar als je dat op een respectvolle manier aan mij duidelijk maakt, heb ik daar totaal geen moeite mee. En dan ben ik jij met goede argumenten komt om mij te zeggen wat je van me vindt en dat je het niet mee eens bent.
heb ik totaal geen moeite mee. Nee. Maar dan vind ik het oké. Okay. Maar op het moment dat supporters, of dat nou of via social media of in een andere manier op een afstand naar me gaan roepen, ja, dan ga ik ze negeren. Dan besteed ik daar geen aandacht aan. Nee. Ging je uiteindelijk vanuit Doetinchem naar Malta? Ja, toch? Uiteindelijk. Ja. Dat was wel was een bijzondere stap. Het contract was afgelopen en Ton Kane, de trainer die ik totaal niet kende, die zei van, joh, ik wil er gewoon... ik ken het toch niet. Is dat typerend voor de voetbalwereld? Dat opeens dan iemand die je totaal niet kent bij je uitkomt? Ja, dat denk ik wel. Hoeveel spelers worden niet getransfereerd op basis van de video? Heb je het wel eens aan Ton gevraagd, hoe ben je ooit bij mij terechtgekomen? Dat heb ik wel eens gevraagd. En volgens mij gaf hij als antwoord... hij wist heel veel van de Eredivisie, ondanks dat hij al een tijdje in het buitenland zat. Ja. En hij wist alles van mij te vertellen, de manier van spelen. Dus ik wist gewoon dat hij zijn huiswerk gedaan had. En daardoor ben ik uiteindelijk daar naartoe gegaan. Ja, hij heeft voor mij, is hij die trainer die de belofte had gemaakt aan de president dat jij elke wedstrijd wel een doelpunt zou scoren? Ik... Als hij dat die belofte gedaan heeft, dan heb ik nog meer twijfels over zijn managementkwaliteiten. Maar dat is toch gek, want hij zette me de tweede wedstrijd nadat ik al en in de Europa League gescoord had en in de competitie gescoord. Dan zette hij me op de bank omdat we een soort countervoetbal gingen spelen. En hij had me als buitenlander gehaald. Ik denk als je als buitenlandse trainer of als Nederlandse trainer dan in het buitenland trainer bent en je haalt ook nog een Nederlander. Of ik er nou ben of iemand anders, maar die scoort in de Europa League en die scoort ook de eerste competitiewedstrijd. En die ga je er dan naast zetten, dan denk ik dat je als trainer jezelf in je voet schiet. Ja. En dat deed Ton. En toen heb ik gezegd, ja Ton, je maakt een grote fout. Niet vanwege mij, maar als jij een speler uit het buitenland had, dan ga je op de bank zetten. Dan krijg je de president over je heen van, joh, wat doe je nou? Ja. En dat is ook, dat werd ook een fiasco. Ja, dat werd een fiasco, ja. Ja? Ja, alleen daardoor. Het was nog grappig. Jordi Cruijff was assistent trainer en daar kon ik goed mee opschieten. En Ton die vroeg toen aan Jordi voor de wedstrijd, joh, wil jij tegen Geert zeggen dat het niet speelt? Toen zei Jordi, ja, ben je gek geworden of zo? Het feit dat je hem op de bank zet is al, zou ik al niet doen. En dan moet ik het ook nog gaan vertellen, doe het lekker zelf. Ja, dat is... is eigenlijk niet meer goed gekomen. Ondanks dat ik vind dat Ton Kane een hele goede trainer is qua trainingsstof, qua tactiek en dergelijke, voorbereiding. Een trainer die enorm veel voedsel eigenlijk aan zijn spelers geeft om te zorgen dat ze goed voorbereid zijn. Mm-hmm. Dat vind ik nog steeds. Dat vond ik toen. Maar op dat gebied vond ik dat hij cruciale fout maakte. Ja, en toen was het gesprek met de voorzitter, toch? Of met de president? Toen hadden we een gesprek met de president. Ja, de president kwam naar mij toe en die zei... hij zegt, ik ben niet tevreden, want je scoort te weinig. Ik zeg, ja, maar trainer, ik moet op nummer 10 spelen. Ik zeg, ik ben een spits, ik ben een nummer 9. Ik zeg, ik speel op nummer 10, dus wat verwacht je van mij? Ik ben geen nummer 10. Hij zegt, ja, maar jij moet daar spelen. Ik zeg, dan moet je met de trainer gaan praten. Hij zegt, is goed, dan hebben we een gesprek met z'n drieën. Ik zeg, vind ik ook goed. Dus wij een gesprek met z'n drieën gehad. Toen zei die trainer, die voorzitter, zegt, Geert, ik ben niet tevreden over jou. Hij zegt, hoe komt dat? Ik zeg, dat komt omdat de trainer mij op nummer 10 zet en niet op nummer 9. Ik zeg, zo ging het een tijdje door. En toen waren ze het niet met elkaar eens. Ik zeg, maar weet je wat nou het probleem is? Ik zeg, jij tegen de voorzitter, jij haalt een spits van het eiland. Een nummer 9, kan alleen maar nummer 9 spelen. Ik zeg, jij haalt ook een spits, een nummer 9. Ik zeg, maar we hebben maar één shirt nummer 9. Ik zeg dus, iedereen moet spelen, want je betaalt centjes voor beide spelers. Ik zeg dus, eentje ben je ontevreden over, want die speelt niet. Ik zeg, maar dan moet je niet tegen mij beginnen. Ik zeg, jullie hebben gewoon een fout gemaakt door twee nummers 9 te halen die je eigenlijk altijd wil laten spelen. En toen was het gesprek gauw over. En, hoe eindigde het? Nou, dat de trainer uiteindelijk tegen me zei, joh Geert, kan je geen andere club zoeken? En ik zeg, dat ga ik dan wel met de voorzitter regelen. En toen heb ik de trainer vervolgens... niet meer mee laten bemoeien. Heb ik met de voorzitter een deal gemaakt. En die is netjes nagekomen. En toen was mijn contract over op Malta. Erg jammer, want ik was daar met mijn toenmalige vriendin naartoe gegaan. Die had daar ook werk. En eigenlijk vond ik het voor haar vele malen vervelender dan voor mezelf eigenlijk. Want hoe lang heb je daar uiteindelijk gezeten? Een half jaar. Ja. En je had een contract voor? Een jaar, ja. Okay. En het zag er ook gewoon goed uit. Het ging ook hartstikke goed. Dus dat was een teleurstelling. Maar dat heb je ook in het voetballeven. Dus doorgaan weer.
Ja, en toen ben je teruggekomen en toen bij de amateurs een tijdje meegetraind? Ja, dat was omdat ik toen samen met Oscar Moens naar de Dutch Lions ging. Toch? Ja. Ja. En ik heb, Amerika. Ik heb me daar soort van aangemeld, omdat Oscar daar naartoe ging. Ik zeg, joh, vind je het goed als ik die trainer bel, of de eigenaar bel? En die belde ik op. Ik zeg, joh, ik zou het leuk vinden om daar een keer te spelen. Ja, die was gelijk razend enthousiast. En afspraak gemaakt, contact gemaakt, zijn we daar naartoe gegaan. Werd aanvoerder van het team. En ja, prima gepresteerd. En een hartstikke leuke 3-4 maanden gehad met die ploeg. Toen klaar? En toen was het klaar. Want? Nou, ik kwam terug, denk ik in juli, augustus, toen ja, de ploeg is al een beetje gezetteld had. Ik kon naar eerste divisieclubs, maar daar had ik niet zoveel zin in. Ik wilde niet meer in de eerste divisie spelen. Dat klinkt misschien wat hautain, maar ik vond dat ik fit genoeg was om in de Eredivisie te spelen. En goed genoeg ook nog was. Maar er kwam geen club op dat moment. En toen heb ik besloten, oké, dan stop ik ermee en dan ga ik aan mijn maatschappelijke carrière werken. Ja. En daar heb ik nog steeds geen spijt van gehad. Nee, want je hebt ook wel spelers die dan in een zwart gat vallen. Voor mij is bij jou dat absoluut niet. Nee, want ik. Ik had al snel in de gaten, tenminste. Ik wilde ook verder gaan studeren, alleen ja, ik ben gaan voetballen. En voetbal is eindig een keer, op professioneel niveau. En toen dacht ik, ja, ik heb wat centjes verdiend, waar kan ik dat het beste mee doen? En toen ben ik overigens goed gaan kopen, appartementen gaan kopen in Rotterdam. En dat heb ik eigenlijk altijd uitgebreid. En dat als mee begonnen als een soort pensioen eigenlijk. Ja. En dat doe ik nu samen met een compagnon. En dat gaat hartstikke goed. En had je niet de druk, zeg maar, om gelijk te moeten werken? Nee, ik had niet de druk om gelijk te moeten werken. Dat was ook het fijn. We hebben natuurlijk het spelersfonds van het CFK. Ja. Wat een uitstekend fonds is, ook voor voetballers. Alleen ik denk dat er in die tijd te weinig aandacht werd besteed aan. Aan jongens die hun studie moesten vervolgen. Ik kan me herinneren dat ik gesprek heb gehad met Elgiro Elia en Wesley Verhoek. Die nog op school zaten. En die bij ADO was dat toen. Bij ADO. En ja. Die aan mij vroegen, joh, de trainer wilde ik eigenlijk om voetballen stoppen met studeren. En toen heb ik gewoon gezegd tegen die jongens, dat moeten jullie niet doen. Jullie hebben kwaliteiten, de clubs willen je graag hebben, want jullie zijn goed genoeg. Dus je moet eisen stellen dat je de tijd krijgt om te studeren. Omdat morgen je carrière over kan zijn. En ik heb dat altijd geadviseerd aan alle jongens die. Die voetbalden, maar zeker jongens die heel veel talent hadden. Als je besteedt nou een klein stukje ook aan je studie, omdat je kan het opeens maar nodig hebben. Hoe vaak is daarnaar geluisterd? Nou, het geval van Eljo heeft hij volgens mij dat jaar zijn studie afgemaakt. Okay. En ondanks dat ADO dat, die vonden dat niet leuk. Maar, en ik weet niet of hij dat door mij heeft gedaan, maar ik heb het hem geadviseerd. En wat de jongens daar verder mee doen, moeten ze zelf weten. Alleen, je ziet, ik heb zoveel jongens gezien waar ik mee gevoetbald heb die eerder stopten dan een 30ste, dus eigenlijk te vroeg. Ja. En die met ook nog eens pechgevallen erbij, scheiden van een vrouw, mogen hun kinderen niet meer zien, geen huisje meer en dergelijke. En die het uiteindelijk, terwijl ze talent hadden, werkjes of beroepen hebben gekozen of jobs hebben gekregen die ver onder hun niveau zaten. Dus vandaar dat ik weet dat het nu beter is dat er meer aandacht wordt besteed aan school en dat er meer tijd voor is. Alhoewel ik nog wel af en toe, vorig jaar zat ik bij Jeff Stans op de trainerscursus. Ja. En ik denk dat het goed is als iemand zich wil ontplooien, vind ik dat je daar als club aandacht aan moet geven. En ik vond dat hij te weinig tijd daarvoor kreeg om eens een keer een woensdag een krachttraining te missen. Ja, dat vond ik belachelijk natuurlijk. Dus een keer zeg je, joh, je mag naar die trainingscursus gaan. Als je maar zorgt dat je je krachttraining een andere keer doet. Dat is toch een prima oplossing voor. Ja. Dus daar is nog wel kortzichtig in. Daar zit nog wel kortzichtigheid in, vind ik. Ja, wat vind je sowieso van de ontwikkeling vanuit clubs richting spelers? En dan niet alleen op het voetbaltechnische gedeelte. Maar zeg maar de ontwikkeling van een persoon. De financiële ondersteuning. Nou, ik denk dat het nog steeds te weinig aandacht aan zit. Maar ik denk dat er ook een hele grote rol weg is gelegd voor ouders. Je kan wel zeggen, die clubs betalen die kinderen, of die gasten op jonge leeftijd, vandaar ik nog kinderen zeg, maar die gasten op jonge leeftijd grote salarissen. Maar daarin hebben ouders toch ook een opvoedkundige rol. En als ik lees dat Leroy Fair anderhalf jaar geleden een paard koopt, terwijl die op een appartement op 13 hoog woont, dan denk ik dat er iets mis is ergens hier.
heb je. En dat kan ik alleen maar zeggen, joh. Dat, ja. Hoe vaak heb je dit soort verhalen meegemaakt zelf in de kleedkamer? Dat je wel eens afvroeg of het wel helemaal goed ging met die persoon? Nou ja, kijk, ik voetbal wel eens met Glenn Helder. En dat verhaal kennen we natuurlijk allemaal. Maar als er één iemand bewust is van zichzelf waar die fout heeft gemaakt, is Glenn Helder wel. Ja. En gelukkig heeft Glenn heel veel zelfspot en kan er enorm om lachen. Maar daardoor denkt dat hij ook gelijk in de kleedkamer bijvoorbeeld is voor jongens. Jongens, doe dat nou niet, want dan raak je zoals ik in de situatie zoals ik ben. Ja. Dus ik heb wel heel veel respect voor Glenn, de manier hoe hij gewoon weer oppakt. En als ik zie hoe die toch naar wedstrijdjes komt en probeert alles aan elkaar vast te knopen, heb ik daar wel respect voor, ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat ook Leroy Fair verdient ver boven modaal. Hè, verdient miljoenen nu in Engeland. Mm-hmm. Maar dat er ook jongens zijn hè, die waar je mee met Excelsior of RBC hebt gevoetbald, die ook mee proberen te gaan in die gekte en die nu niks meer hebben. Ja, klopt. Dus dat betekent dat er ergens voordat die jongens daarmee in aanraking zijn gekomen, dat er iets mis is gegaan. En ik denk dat het ook een stukje in de opvoeding zit. Ja, ik heb ook van mijn ouders geleerd hoe met geld om te gaan. En ik vind zelf ook wel eens dat ik iets te veel uitgeef. Maar dat betekent dat ik een maand later wat minder moet uitgeven. Maar dat besef moet je wel zelfs hebben. Als je dat niet hebt of niet mee hebt gekregen, ja. Dan kan je niet gelijk de agenten van die jongens of de clubs daar de schuld van geven. Ik vind wel dat ze een rol daarin moeten hebben, maar je kan niet al de schuld op die club schrijven. Heb je altijd dezelfde zaakwaarnemer gehad? Ja. Van het bureau nummer 10 in ieder geval. Ik heb altijd bij bureau nummer 10 gezeten, van Maarten de Vos. Ja. Martin van Ophuis was mijn zaakwaarnemer. Die was in dienst van nummer 10, dus dat is wel anders. Ja, als je een agent hebt die voor zichzelf werkt, denk ik dat het toch anders is. Had ik dan bij andere clubs terechtgekomen als ik een andere zaakwaarnemer heb? Ik weet het niet. Dat is koffiedik kijken. Ja. Ik ben altijd hartstikke blij geweest met Martin. En verder geen bijzonderheden. Heb je het maximale gehaald, uitgehaald? Nou, kijk, je hebt wel eens pech. Ik had gesprekken met FC Twente. Ik weet niet meer precies welk jaar dat was. Om naar Twente te gaan met Fred Rutte. En vergen voor het stadion om daar naar heen te gaan, om daar naar Twente te gaan. Fred die werd overgenomen door Schalke volgens mij. En ja, toen ging ik niet meer naar Twente in ieder geval. Dus ja, het loopt wel eens zo. En kijk, ik vind het jammer dat ik nooit bij een club heb gespeeld die in de subtop van Nederland heeft gespeeld in die tijd. Ja. Omdat ik denk dat ik daar dat prima gekund had. Als ik 12 goals kan maken bij een degradatieclub in de Eredivisie, ja, moet ik er ook minimaal zoveel bij Twente kunnen maken. En als ik de topscorer van Twente de laatste tijd gezien heb, ja, die zal die gemaakt hebben 15. Kastanjes. Bijvoorbeeld. Ja. Dus ja. Het zei zo. Ik kan er weinig aan veranderen. Denk je dat misschien ook wel eens je karakter je daarin tegen heeft gespeeld? Dat clubs wel eens getwijfeld hebben over Geert ten Oude? Juist omdat je zo uitgesproken bent? Nou, misschien ben je nog niet zo uitgesproken, maar voor de voetbalwereld ben je uitgesproken. Ja, maar ik heb niet het idee dat mensen mij lastig vinden. Over waar ik gezeten heb, waar ik nog steeds ook terugkom, word ik altijd met open armen klinkt wat gek, maar ik word altijd netjes ontvangen. Ja. En ik word nooit geblokkeerd. Goede relatie met die mensen. En dat zegt denk ik genoeg. Dus daar heeft het niet aan gelegen? Nee, ik denk het niet. Oh. Hoe kijk jij eraan tegen de voetbalwereld? Nu je er een beetje van afstand naar kijkt. Nou, ik vind... op sommige momenten vind ik het heel erg kortzichtig. Ik vind dat... ik vind het soms saai. Ik vind dat mensen ook in interviews... zowel spelers als journalisten... mogen voor mij best wel eens wat... Wat directer zijn. Mogen best wel eens een speler aanvallen. Dat hoort erbij. En met respect, hè. Ik denk dat je daardoor meer duidelijkheid krijgt. Ik denk dat je daar ook betere televisie krijgt. Ik denk dat je daar ook meer mensen mee naar het voetbal trekt. Voetbal is ook een stukje entertainment. En als ik kijk naar... Als ik naar San Francisco ga of naar basketbal in ieder geval ga kijken... Als je kijkt wat voor entertainment daar is en hoe uitgesproken die basketballers zijn, hoe ze kunnen praten, wat voor discussies ze hebben, dan denk ik dat we wel eens wat missen hier in Nederland. Ja. Wat heb jij nooit gezegd gedurende de carrière, wat je nu eigenlijk terugdenkt, had ik toen gewoon moeten zeggen? Ik vind dat ik te weinig, het is niet dat ik iets had moeten zeggen, maar ik vind dat ik te weinig ben
ben uitgedaagd door journalisten. Journalisten zeggen altijd, ja, die spelers zeggen zo weinig. Of dan hebben ze maar een paar spelers die misschien wat meer zeggen. Maar maak daar dan ook nog veel meer gebruik van. En ik vind ook dat clubs niet zo kortzichtig en trainers helemaal niet zo kortzichtig moeten zijn. Dat spelers net even het verkeerde zeggen of net even niet correct moeten zijn. Ik denk dat juist daardoor dat het veel interessanter wordt. Ik had als analist van Fox een keer een aanvaring met Peter Bos live voor televisie. En ik heb een uitstekende relatie met Peter Bos. Maar ik vond dat wij een inhoudelijk een goede discussie hadden. We waren het totaal niet met elkaar eens, maar we hadden een inhoudelijk goede discussie. Daar heb ik heel veel reacties van gekregen op dat moment. Maar het was wel goede televisie, pure televisie. Ja. En ik denk dat we dat veel te veel missen in Nederland. Ja, waar komt die angst vandaan? Nou, dat je denkt dat je net even tegen het scheenbeen van iemand schopt die dat net even niet kan hebben. Maar ik denk als je puur bent en je geeft en je kan met een goede argument iemand kritiek geven, dan denk ik dat er niemand is die, of je moet een heel kort lontje hebben of heel weinig zelfvertrouwen, maar die dat niet kan velen. Ja, maar ligt het dan aan dat er weinig pure spelers zijn of dat mensen het gewoon niet heel goed kunnen onderbouwen? Onderbouwen zou één kunnen zijn, maar ik denk dat er vooral een grote angst heerst vanwege het feit dat er een persvoorlichter 3 meter verder staat die niet wil dat je dat zegt of dat je dat zegt. Ingefluisterd door clubbazen of voorzitters of weet ik veel wat. Maar als de voorzitter van Heracles heel uitgesproken is, Jan Smit, ja, die ik overigens prima vind, of oud-voorzitter van Heerenveen, Riemen van der Velde, waar ik prima een bak koffie mee kan drinken en die kunnen heel uitgesproken zijn, waarom mag een speler dan niet heel uitgesproken zijn? Want wie ben je niet prima? Ik hoor nu 5, 6 keer, met hem ben ik prima, met hem prima, ben ik prima. Zijn er ook mensen waar Geert den Oude niet prima mee is? Nou, ik kan me niet nu even iemand of een voorzitter bedenken waar ik, of een trainer waar ik nu in één keer zeg, daar heb ik een grote ruzie mee. Nee. Nou, je komt heel puur over, maar ik kan me dus voorstellen dat je ook wel eens een keer in je puurheid een keer misschien wel genaaid bent door iemand, door je eerlijkheid en je openheid. Nou ja, ik vind dat ik bijvoorbeeld door Ton Kane, bij Malta, ik vind dat hij me niet heeft ondersteund. Hij heeft me naar Malta gehaald en dan vind ik dat je op dat moment mij niet. Kijk, je kan een keer door een tactisch iets kan je een speler, of mij, gaat niet om mij, maar kan je op de bank zetten. Maar dan zeg je hem, joh, vandaag speel je niet, want ik wil zo'n slow spelen. Maar als je belangrijk voor je bent, dan zeg je, joh, volgende week speel je weer. Daarmee geef je gelijk iemand ook vertrouwen. Maar dat liet hij ook achter. Dus ik vond dat hij mij liet vallen. Dus ja, daar heb ik wel heel veel moeite mee. Maar heb je hem daarna nog ooit gesproken? Ik geloof niet dat ik hem daarna nog gesproken heb sinds dat ik weg ben uit Malta. Nee. Nog geen behoefte aan? Nee, maar als ik hem tegenkom, geef ik hem echt wel gewoon een hand. Ja, ja. En ben niet rancuneus of zo. Kijk, ik kan me best voorstellen dat mensen mij misschien wat minder aardig vinden, omdat ik ook wel eens op televisie over spelers die ik ook goed ken, kritisch ben. Maar ik vind dat ik mezelf als analist serieus moet nemen om te vertellen en daarmee te beargumenteren, of door te beargumenteren wat ik zie. Anders moet je mij niet aannemen. En als ik zie dat een speler iets gek doet, ook al heb ik een goede relatie met die speler of heb ik met hem gevoetbald, dan zeg ik gewoon dat ik het niet goed vond. Maar als ik het goed vond, zeg ik het ook. Ja. Alleen dat is het vaak. Mensen zijn, die ken ik, dus daar kan ik niet zo hard over zijn. Ja, maar dan moet je niet voor radio of televisie gaan werken. Nee. Wie is eigenlijk de Geert den Oude nu in de Eredivisie speelt? Nou, een beetje Michiel Kramer, denk ik wel. En daarmee zeg ik niet dat ik even goed ben als hij. Nee, maar gewoon als persoon. Dus ik merk dat Michiel Kramer een speler is naar mijn hart. Ik lees wel eens tweets van hem. Hij heeft een enorme baklading ellende over zich heen gekregen na zijn cynische opmerking van de tackle die Ajax te verwerken kreeg tegen Rapid Wien. Ja. Nou, dat vind ik een fantastische opmerking. Ik ben ook Rotterdammer, maar en ik heb niks tegen Amsterdam. Ik kom heel graag in Amsterdam. Maar ik vind het dan jammer dat hij, zeker op die manier, doodsbedreiging weet ik niet, maar bijna tegenaan dat. Ja, hij heeft zeker doodsbedreiging gehad. Ja. Ja, maar dat slaat toch helemaal nergens op. Als je al de cynisme niet kan begrijpen, dan kunnen we het dan niet serieus nemen. Nee, maar ik vind het wel jammer dat gebeurt. Want dat weerhoudt mensen met humor ervan om opmerkingen te maken. En dat vind ik heel erg jammer. En daarmee maak je het voetbal niet groter, maar het voetbal kleiner. Precies. En dat begrijpen een hoop mensen niet. Nee. Denk je dat hij nu ook met zijn gedrag door kan gaan, nu hij bij Feyenoord speelt?
Nou ja, kijk, er is natuurlijk een grote rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax. Dus als Feyenoord-speler, ja, zou ik daar wel wat voorzichtiger in zijn. Toch? Ja, maar omdat een hoop mensen niet... ik sta het niet voor, hè. Maar kijk, het ligt al gevoelig, Feyenoord en Ajax. Dus ja, wat wil je? Wil je het verder aanwakkeren op een bepaalde manier? Of ja, wat is beter? Kijk, ik vind gewoon dat als hij een Ajax-ziet een goede opmerking maakt over een wedstrijd van Feyenoord toen valt, ja, heb ik totaal geen moeite mee. En alleen het harde Feyenoord-gevoel, of het hele harde Ajax-gevoel, dat heb ik dan totaal niet. Maar als ik over een Amsterdammer spreek bijvoorbeeld, ja, dat heb ik niet. Ik kijk er algemene naar. Ik kan genieten van een voetbalwedstrijd. Maakt me niet uit als Willem II tegen Groningen speelt wie er wint. En als Ajax terecht wint van Feyenoord, heb ik daar niet zoveel moeite mee. Ik vind het wel jammer, maar ja, heb ik niet zoveel moeite mee. Alleen dat gevoel, dat, die kwaliteit of dat karakter, die karaktertrek, die hebben veel mensen. Die missen ergens iets. Die kortzichtigheid, dat overheerst soms te veel. Ja. Alleen ik hoop dat Michiel Kramer gewoon af en toe een goede opmerking blijft maken, want ik geniet ervan. Ja. Of is het ook gewoon iets dat in de voetballerij het graag gesloten houdt richting naar buiten toe? Dat voetballers graag gewoon een beetje een schijn ophouden. Ja, maar dat moeten ze niet doen, want het voetbal is van het volk. Ja. Maar wij moeten niet vergeten dat alle supporters die wekelijks op alle tribunes zitten in de Nederlandse stadions, die maken het voetbal. Ik maak het voetbal niet. Nee. Als er namelijk niemand naar die wedstrijd waar ik in voetbal kom kijken, stelt die wedstrijd die ik speel totaal niks voor. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld over dat er geen kleek... we hebben het net over, je zet over basketbal in Amerika. Ja. Bijvoorbeeld camera's in de kleedkamer en zo. Dat dat allemaal in de Eredivisie ver buiten wordt gehouden. Binnenhalen. Ja, moeten doen. Laten de clubvoorzitters of degene die bepalen of de KNVB even een paar maandjes meelopen in de NBA. Ja. Gewoon even kijken wat daar gebeurt. En als we dat vertalen naar geld, hè, want het gaat ook om geld natuurlijk, en dat hebben we niet zoveel in Nederland. Als je kijkt wat daarmee wordt binnengehaald door al dat soort dingen te doen. Voetballers krijgen rijkelijk beloond. Oké, de spelers in de Verenigde Staten, omdat het natuurlijk veel groter is, krijgen veel meer betaald. Maar ja, als je zoveel geld krijgt voor iets, je weet gewoon dat een stuk van je privacy is weg. Anders moet je niet gaan voetballen. Dat is inherent aan het feit dat je voetballer bent of bij een voetbalclub zit, dus dat je voetbalvoorzitter wordt. Dat hoort nou eenmaal zo. En als je daar het optimale uit wilt halen. De Nederlandse clubs en de KNVB halen veel te weinig geld uit dit soort dingen. Ja. Dus het is gewoon kortzichtigheid van het eerste uur. Ja. Ja. Maar de privacy, hè? Dat zeg je, dat moet meer openbaar worden, zeg maar. Wat op en rond de velden gebeurt, dat mag veel opener zijn. In Zweden, 10 jaar geleden al, was er al camera in de kleedkamer. Moest ik al als speler in de rust een interview geven. Ja. Ging ik daar slechter van voetballen? Totaal niet. Nee, het is maar je gedachten. Ja. Als prof moet je ook eventjes... je hebt een halve wedstrijd gespeeld. Er zitten een paar honderdduizend man naar die wedstrijd te kijken. Er zitten in die wedstrijd 50.000 mensen in het stadion. Ja, wat is nou even 2 minuutjes over de wedstrijd vertellen? Ik zie daar geen moeite. Ik heb daar geen problemen mee. Nee. En daarbuiten, het idee van profvoetballers is dat ze hordes vrouwen achter zich aan hebben en zo. Vind dat daar ook meer over naar buiten moet komen, wat daar allemaal gebeurt? Want het is natuurlijk een... We hebben het eerder deze week in het programma over gehad. Dat altijd de mythe is rondom profvoetballers. Dat vrouwen zich voor zich werpen en dat er gekste verhalen komen. Maar die blijven altijd in die kleedkamer. Is dat iets wat profvoetballers zonder onderling elkaar in de ogen aan te kijken, gewoon de rangen gesloten houden? Dat is een moeilijke discussie. Kijk, iets wat gebeurt tussen twee mensen, vind ik dat het privé moet blijven. Ja. Heb je? En dat er veel aandacht is voor topsporters over de hele wereld. En dan valt het in Nederland nog wel mee. Maar dat is enorm. Dat zou je altijd houden. En waarom moeten we daar wat aan doen? Elke voetballer die zich misdraagt, laat ik het dan maar even zo zeggen. Ja, en dat komt naar buiten, dat is zijn eigen schuld. Maar het komt nooit naar buiten. Dat is het bijna zo in Nederland. Kijk, als je naar buitenlandse competities kijkt. Ja, maar ja, in Nederland heeft dat ermee te maken, omdat de pers niet zo geïnteresseerd is in hele grote roddelverhalen. Nee. Maar ja, als je in Groot-Brittannië voetbalt, dan weet je dat de pers er veel mee bezig is. Dus dan zul je als speler daar veel voorzichtiger in moeten zijn. En als je dat niet bent, ja, dan moet je daar de consequenties van dragen. Ik vind het ook
Ik hoef ook niet per se te lezen dat Wayne Rooney vreemd is gegaan met de vrouw van zijn collega, bij wijze van spreken. Ja, wat moet ik daarmee? Wat heb ik daaraan? Boerde je het überhaupt iets vroeger in de kleedkamer als je die verhalen hoorde van spelers onderling? Nee, kijk, het is altijd leuk als jongens onder elkaar, als je een leuk verhaal beleeft, om daar eens wat met elkaar over te vertellen en over te lachen. Vrouwen vertellen ook onderling alles over mannen, weten ook alles over mannen. Dus daar is niks geks aan. Ja. Nee. Maar het boeide je in die zin niet echt? Ja, ik vind het wel leuk om verhalen daarover te hebben met elkaar, maar ja, ik ben het er nou ook weer kwijt, begrijp je? Ja. Het is leuk, maar ja, het is onderdeel van het leven, denk ik. Ja. Jongens houden van meisjes, meisjes van jongens. Jongens houden van jongens, meisjes houden van meisjes. Ja, het zijn dingen van het leven. Nee, dat is zeker zo. En soms ook van dochters van trainers. Ja, zeer zeker. ja, even iets anders. Het speelt tegenwoordig wat meer dan vroeger, matchfixing. Ja. Ben jij ooit in aanraking gekomen, ooit gepost om nee. een wedstrijd te fixen? Nee, maar ik heb wel, ik denk dat het ergens, ik speelde toen voor Den Haag samen met een aantal jongens die ervan werden beschuldigd bezig te zijn geweest met het proberen, althans fixen van wedstrijden. En ik werd ook genoemd in dat verhaal, maar zijn het de good guy die dat ook gevraagd was geweest? Het was met Daniel Rijhaard in die tijd. Ja, en er zou mij dat gevraagd zijn en ik zou dat geweigerd hebben. Maar dat is gewoon een heel pijnlijk verhaal geworden voor iedereen. Omdat ik uiteindelijk ook als een soort getuige op de politie wil belanden in Van Den Haag. En dat was mede te danken aan het feit. Dat was via die vriendin van Daniel Raert bij de VI terechtgekomen. Ja. Sowieso vind ik dat heel, heel verachtelijk, heel min van haar. Om proberen op via die manier de voogdij voor je kinderen te krijgen. Ja, fouter kan het bijna niet. Ik begrijp dat relaties overgaan. Maar op die manier over de rug van zo'n jongen dat probeert te bewerkstelligen, dat kan je bij mij geen punten scoren. Nee. Maar wat er gebeurde is dat ik werd de good guy genoemd. Alleen, ja, ik vind dat de VI op dat moment, die uiteindelijk dat verhaal nog gebracht heeft met haar op de voorpagina volgens mij van de VI. Ja, ik vond dat onverantwoord. Omdat ook later het onderzoek bleek. Ja, het onderzoek is gewoon gesloten. Iedereen is gehoord en er was totaal geen bewijs voor. En als je kijkt wat het natuurlijk toen teweeg heeft gebracht. De Telegraaf ging er ook nog een beetje mee. Ja, ik vind het gewoon kortzichtige journalistiek. Ik hoop dat, nogmaals, Derksen was daar verantwoordelijk voor. Ik vind Derksen een prima journalist verder. En hij brengt vaak goede dingen, maar ik vond dat hij daar wel een grote misser heeft begaan. Sensatie? Ja, ik vond dat te veel sensatie, ja. Ja. Omdat het is zo delicaat. En het feit dat je als, op dat moment als hoofdredacteur niet kan inzien dat je een vrouw voor je hebt die haar man of haar vriend eigenlijk op die manier wil pakken om zo de voogdij over je kleine kind te krijgen. Dat je daar als weekblad, als je daarmee mee wil gaan, dan denk ik dat je de plank behoorlijk mislaat. Ja, dus tegenwoordig zijn er al wat verdachte wedstrijden. Zou je verbaasd opkijken als je ooit in een wedstrijd hebt meegespeeld die gefixt is? Ja, op zich wel. Ja. Want ik heb dat nooit zo ervaren. Dus als het zo... Heb je nooit gedacht van een medespeler dat je denkt... Nee, heb ik nooit gedacht. Nou, ik heb wel eens gedacht, wat een rare bal geeft iemand. Maar ik heb daar nooit de gedachte bij gehad. Dat hij daar de wedstrijd mee wilde fixen. Dus op het moment dat alsnog een keer naar buiten zou komen, zou ik wel verrast zijn, ja. Ja. Hoe is het eigenlijk afgelopen met Daniel Rijert daarna? Nou, die heeft best nog een tijdje gevoetbald. Alleen, ja, die is ook ouder geworden en gestopt met voetballen. Ja. Nog amateurs gespeeld. En die heeft nu ook weer zijn draai gevonden in de maatschappij. Ja. Maar je bent nooit meer daarna nog een keer daarna gevraagd in andere interviews? Ik ben daar altijd heel stellig over geweest. Alhoewel ik wel vond dat de betrokken journalisten mij niet netjes behandeld hebben op dat moment. Omdat ze me niet vertelden dat ik werd opgenomen tijdens een radio, tijdens een telefoongesprek. Dat ik zelf nog geprobeerd heb de jongens van ideeën te voorzien hoe iets gegaan dan kon zijn. Want ik zou gevraagd zijn, terwijl ik helemaal nergens van bewust was. En uiteindelijk op een gegeven moment zei ik van, joh, maar als ik een verklaring moet afgeven ergens over, dan geef ik liever een verklaring af. Wat gewoon niet mis te verstaan is. Ja. En daar wilden ze toen niet aan meewerken. En dat heb ik Taco van der Velde en Martijn Krabbe dan wel heel erg kwalijk genomen, ja. Ja. Dat vond ik wel heel erg jammer, ja.
Die liggen trouwens nu ook onder vier, hè? Martijn Krabbe gaat weer met Feyenoord. Ja, maar ja... Ja, ik heb dat verhaal niet helemaal meegekregen, maar ja, ik vind als een club een journalist gaat boycotten, dan moet je wel moet je echt foute dingen gezegd hebben en of foute dingen gedaan hebben bijna. En ik heb zo fout is Martijn nou toch ook weer niet? Nee, ik denk niet. Nee, hij volgt die club al 13 jaar. Ja, voor mij. Ja, dus daarom. Dus ik vind het een beetje kortzichtig van Feyenoord. Ik vind het jammer. Niet nodig. Nee, maar dat is weer zo'n voorbeeld. Wat is er nou erg aan om een soort discussie of om in te leven met een journalist? Ik denk dat daar nog meer waarheid boven tafel komt. Dat daar het voetbal nog meer op een goede manier in de publiciteit komt. Misschien is de Feyenoord daar juist bang voor. Ja, maar ik denk dat Feyenoord groter wordt op het moment dat ze open kaart spelen over dingen. En zich niet zo druk moeten maken om een journalist die een keer wat kritisch is. En als die journalist, als Martijn daar iets verkeerds heeft gezegd, dan is het aan Martijn om te zeggen, oké, ik had het niet moeten doen. Nou, we maken toch allemaal wel eens een fout in ons leven. Ja. Daar zijn we toch mens voor. Wat ik nog wel, ja, dat vind ik wel grappig, dat jij zei, de pers daagde mij ook altijd niet uit. Wat is nou een verhaal wat jij eigenlijk best wel had willen vertellen, maar waar eigenlijk nooit naar gevraagd is? Nou ja, in Zweden bijvoorbeeld over mijzelf is eigenlijk nooit door de pers heel veel daarover gevraagd. Over het verhaal met de dochter van de trainer. Alleen er is wel over geschreven. Okay. En ik kan in Nederland nu niet even een verhaal noemen. Daar moet ik echt even over gaan nadenken. Alleen ja. Ik vind gewoon in de algemene zin dat er... dat je spelers veel meer moet uitdagen. Of ze een antwoord geven ergens op, dus vraag 2. Ja. Ik vind het wel heel vervelend dat als ik... ik weet niet wie dat was, die had een interview met Memphis Depay vorig seizoen. Ja. Aan dit is een heel arrogant schreef, volgende vraag. Dat geeft ook aan dat je niet zoveel te zeggen hebt. Je kan ook zeggen, als je een vraag niet wil beantwoorden, je kan ook eens een wedervraag aan de journalist stellen en dan kijken wat eruit gebeurt. Dan krijg je misschien een leuk gesprek. Ja. Dus het ontbreekt bij de spelers ook wel eens aan originaliteit of bij de trainers. Ja. Maar ik denk dat je dus veel leukere televisie krijgt als je elkaar ook wat meer uitdaagt. Ligt daar geen rol voor jou, journalistiek? Nou, ik heb eigenlijk nog nooit zo echt over nagedacht. Maar ja, ik heb natuurlijk mijn werk als analist bij Fox. En dat is het ene seizoen meer dan het andere seizoen. Het beleid van Fox is af en toe net de voetzoeker. Je weet nooit waar je aan toe bent. Maar ik doe het wel met heel veel plezier. En ik vind televisie maken leuk. En ik probeer er ook altijd wat leuks van te maken. Hoe is de feedback die je daarop krijgt? Te weinig, omdat ik... Vanuit de voetbalwereld, naast van Fox? Nou, ik krijg wel heel veel reacties van spelers en van trainers die als ze me gezien hebben, of ik word wel eens gebeld als ze het ergens niet mee eens zijn. En ik spreek ook trainers wel eens van tevoren aan, voordat de wedstrijd begint, dat we gaan praten over voetbal. Dat ik wat meer wil weten van een trainer, zeker als ik daarover wat ga zeggen, want ik moet ook wat voorbereiden daarover. Dus dan probeer ik zoveel mogelijk een soort hoor en wederhoor toe te passen. Maar ik vind dat we met z'n allen, zoals ik dat heb ervaren, het product voetbal nog veel beter kunnen maken. Door met mensen waar je vaker mee werkt, daar ook wat meer in de voorbereiding aan de voorkant wat meer mee te doen. Omdat je ook precies wat ik net zeg, als je product beter wil maken, dan zou je de aandacht aan moeten besteden. Ja, dus het maakt niet uit in welke rol, maar jij gaat dus... Daar je steeds aan bijdragen om het voetbal leuker en aantrekkelijker te maken. Op het moment dat ik daar de kans voor krijg, het is niet dat ik sta te springen om te zeggen, ik moet het voetbal beter maken, want dat heb ik helemaal niet. Alleen als ik de kans krijg en ik doe televisiewerk, analysewerk voor TV Rijnmond en Radio Rijnmond. En één keer in de week is een voetbalprogramma in Rotterdam. Gaat live over voetbal, dat doe ik gemiddeld één keer in de 3-4 weken ben ik daar te gast. Dan probeer ik daar wel wat leuks van te maken en af en toe heel scherp... iets te stellen of in discussie te gaan met de mensen waarmee ik aan tafel zit. En ook wel scherp tegenover spelers te zijn om ze ook wel eens wat uit te dagen. En dan krijg je ook wel eens reacties op Twitter, dat is ook leuk. Tot slot, je bent op deze stoel terechtgekomen dat je massaal werd er op jou... We hadden de vraag gesteld, hè, welke cultspeler moeten we nou in 1-op-1 hebben? Dan hebben we diverse reacties. Geert den Houder, wat vind jij nou een cultspeler? Ik vind Stijn Vreven, we hebben het toevallig over gehad, vind ik een cultspeler. Die is wel een beetje weg uit Nederland. Ja. Maar er was wel een man waarmee je over alle dingen kon spreken. En die denk ik graag werd geïnterviewd door journalisten.
Ik denk dat journalisten hem graag wilden interviewen. Ja. Omdat er ook naast het voetbal kon hij wel eens uitgesproken zijn. En ja, dan kom ik weer terug op mijn eigen verhaal waar we het net een beetje over gehad hebben. Ik denk dat dat het voetbal leuker maakt. Ik denk dat we mensen als Stijn Vreven wel eens missen. En zie je nu iemand lopen in het voetbal, behalve Michiel Kramer? Daar moet ik over nadenken. Maar ik heb nu Michiel Kramer, denk ik een goed voorbeeld. Laat de spelers lekker uitspreken. Dan gaan we nog genieten dit seizoen. Dankjewel. Graag gedaan.